De start is gevallen. Paarden onderweg. Strijd om de leiding met aan de binnenzijde Rosa Dallest. Aan de buitenzijde een goede start van Canizares Boco. Waar ligt de favoriet? Die moet vier dik door de eerste bocht. Cordaeva uh, Flevo en Wim Eens kijken wat hij doet. Wordt het doorrijden of wordt het toch proberen een plekje in het veld te vinden? Het wordt het laatste en dat lukt ook nog. Hij kan prachtig inparkeren daar op de rug van het paard aan de buitenkant. Vooraan echter de strijd om de leiding die nog altijd uh, ja, gaande is. Waarbij Canizares Boco zich nu toch gewonnen moet geven aan Von Pompon. Von Pompon die brengt het veld de verre linkerbocht in. Op de tweede plaats erachter dan Canizares Boko En achter Canizares Boko aan de buitenzijde komt naar voren paard nummer 5 Freedom Fighter. Freedom Fighter op zijn beurt de ideale gangmaker voor de favoriet die een juweel van een eerste fase heeft gekend. Paard nummer 6 Kodai Flevo. Aan de binnenkant is het Rosa de Leste en die wordt dan gevolgd door Apollonia. En achter Apollonia hebben we dan aan de buitenzijde Dancing Noble. En dat doen we met nog twee volledige rondes te gaan. Achter Dancing Noble is het paard nummer 7 Shakaka. Maar maar vooraan ja, is dat toch wel een serieuze uh, ja, aangegadigde in de vorm van die von Pompon. Want die loopt dan met de oortjes te spelen en heeft het duidelijk naar de zin aan kop van het veld pompom. Pom. sterk gehouden, maar uh, zit voldaan in drang. Op de tweede plaats hebben we dan aan de buitenzijde Freedom Fighter. De tempobil uit de stal van Jan van weer die ligt daar op de tweede plaats. Samen met Canizares Boco. Achter Canizares Boco volgt dan aan de buitenzijde, langzaam maar zeker naar voren komend, Cordaeva Flevo. En die gedijdt goed bij dat hoge tempo vooraan. Achter deze paarden is er dan Dancing Noble, gigant van een outsider. Aan de binnenzijde Rosa de List. Dan is het Chacaca en achter Chacaca Apollonia. En zo komen de paarden dan weer. Op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Straks bij het passeren van de finish nog een volledige ronde te gaan. In een vrij harde koers. Waarbij nu Cordaeva Flevo met de neus in de wind gaat komen. En het helemaal zelf moet doen tegen doorgewinterde Alkmaar-kampioenen. Als Von Pompon en Freedom Fighter. Achter deze paarden dan aan de binnenzijde. Canizares Boko. Aan de buitenzijde. Toch nog altijd een beetje uit de wind. Die Cordaeva Flevo. Dancing Noble gaat naar plek 5. En Van de Berg. Uit, die ligt daarachter uit, met, met zijn shakaka. Twee, twee, en ook die gaat kijken of er nog wat te halen valt. Maar vooraan lijkt Von eh, Pompon nog altijd de zaak. Onder controle te hebben. Maar Freedom Fighter die loopt als herboren vandaag. En die ligt daar op de tweede plaats. Nu komt de aanval aan de buitenzijde, weliswaar van Godaïva Flevo. Maar het lijkt er toch op dat de Victory 5 een eerste verrassing gaat krijgen. Helemaal als Paula Bakker het ook nog voor elkaar gaat krijgen om die koploper te verschalken. Von Pompon. Von Pompon, -pom, Freedom Fighter. In een geweldige tweestrijd. Godaïva Flevo lijkt geboekt voor plek 3. En we komen in die laatste rechte lijn. En het is nog altijd Vom Pompon. En die houdt de stand. Heeft een halve lengte. Voorsprong wordt een lengte. En Vom Pompon die gaat het hier doen van start tot. Finish. Geweldige tweede is Freedom Fighter op de derde plaats. Erachter aan de zes. van Flevo voor de zeven. Shakaka en de drie. Kanizares Boko.